Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En vandaag is het een unboxing van mijn bestelling bij Journal This. Ik moet eerlijk bekennen, ik keek een live video van Journal by This. Journal This. En zij noemde op een gegeven moment, ja, we hebben heel leuk papier met luchtballonnen. En toen was ik getriggerd, want mijn thema voor april 2021 wordt luchtballonnen. En ik heb wel wat onderweg. En de subbox van Arjen Olive zit ook iets in met luchtballonnen. En ik heb nog wat bij AliExpress besteld. Maar nog niet dat ik een hele maand daarmee kan vullen. Dus ik heb de live niet uitgekeken. Ben naar de site gerend en heb wat dingen besteld. En wat ik als eerste even moet zeggen, ik vind dat zij de doos waarin het komt altijd heel mooi, gezellig bestempelen. En ja, weet je, als je zo'n pakje binnenkrijgt, dan ben je meteen al enthousiast. En ik moet bekennen dat ik hem open heb gemaakt. Ik kon niet langer wachten. Ik wist dat ik pas vandaag tijd had om te filmen en ik denk, nee, ik wil het toch zien. Hij was dus echt heel mooi verpakt. En ik probeerde het papier dan heel voorzichtig los te maken. Want dan denk ik, oh, dat kan ik ook nog gebruiken. Ik ga het ook nog wel gebruiken, maar het is wel wat gekreukt. En als eerste kwam ik dit papier tegen. En hier ging het me om. Want ja, als je iets met luchtballonnen doet, dan is dit natuurlijk wel fantastisch. Decoupagepapier, denk ik dat het is. Glimt een beetje, sorry. En hier ga ik gewoon dingetjes uitknippen en daarvan gebruiken. Dus ja, hier ging het om. En ook om deze. Ook luchtballonnen die ik heel mooi los uit kan knippen en kan gebruiken voor mijn volgende thema. Nou, dan ga je natuurlijk die site verder bekijken, want je wil nog veel meer. En toen kwam ik een inpakpapier tegen. Ik had geen idee hoe dik dat dan zou zijn, hoe groot. Ik heb ook gewoon besteld en niet gekeken. Het is echt mega groot. Het gaat echt niet in beeld passen. Maar hoe gaaf is dit papier? Echt, ik kan het je gewoon niet laten zien. Het is nog een laag. Het is zo gaaf. Ja, en hier ga ik ook stukken uitgebruiken, uitknippen. Misschien wel gewoon een hele pagina zo. Nou, ik ben echt zo blij hiermee. Dit is echt, deze vind ik het allergaafst. En vervolgens heb ik een mystery kit besteld. En ik denk dat het deze is, want ik heb even een beetje uitgezocht hoe het zat. En dan weet je dus niet wat je krijgt. Ik moet deze stempel. Ik weet niet. Ik hoop dat zij hem hebben. Ik ga op zoek naar deze stem. Die moet ik. En vervolgens, dit zit er dus in. En stickertjes. Vellumpapier waar ik voor het eerst laatst mee heb gewerkt. En ja, is dit rijstpapier? Heet dat zo? Heel dun. Super in journal. En nog wat andere mooie papiertjes. En deze passen nu bij mijn thema van nu. Dus ja, heel leuk om dat te krijgen. En je dus niet weet wat je krijgt. En er zat ook nog washi tape in. En volgens mij heb ik ze alle drie nog niet. En er zaten wat, ja, of het zijn stickers of die-cuts. Dat weet ik nog niet. Ik denk die-cuts deze. Zaten daarin. Ook heel leuk. Mooi. Ik vind alles mooi. Wat ik heb besteld en heb gekregen. Deze leg ik alvast apart. Want die past bij mijn thema van nu. En nog wat stukjes papier. Dus dat is de mystery kit. We hebben, ja, dat is dus elke keer anders. Dus ik ga het zeker weer bestellen. Volgens mij zijn ze €4,95. En nou, dan krijg je hele leuke dingen. Een kaartje. En die ga ik natuurlijk niet versturen. Maar die ga ik gebruiken in mijn journal. Even spieken. Mijn journal ligt hier. Oh, perfect. Was het gewoon. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik misschien zelfs wel beginpagina van april hiermee maken.
En ze hadden nog voor mensen die zich op de nieuwsbrief hadden ingeschreven een speciale verrassing. Dus dat zijn deze mooie papiertjes. 20 dubbelzijdige papiertjes. 170 GSM. En 2 van elk. Nou, hoe mooi past het bij mijn thema van nu? En ik heb nog wat papier besteld. En nog een heel super lief cadeautje gekregen van Merel en Valerie. Dank je wel daarvoor. En ja, hier staan ook weer luchtballonnen op. En ik denk dat het volgende thema wel wat meer vintage wordt dan het nu is. Want ja, mooie papier moet je toch gebruiken. Het is wel 190 gram. Dus dat is wel in mijn journal heel dik. Deze is 170. En oh, maar hier stond natuurlijk ook weer een luchtballon op. Dus die moest ik ook hebben. En je krijgt eigenlijk altijd nog een kleine geintje erbij. En dat zijn deze mooie papiertjes. Dus ja, ik ben gewoon weer super, super happy met mijn mooie bestelling bij Journal This. En als iemand mij kan vertellen waar ik die luchtballonnenstempel, misschien zelfs wel daarin heb ik niet goed gekeken, laat me weten. Want oh, wat vind ik die gaaf. En ondertussen leg ik even alles neer, zodat je nog een beetje kan zien wat ik heb besteld. Die papier. Ja, daar ga ik niet mee inpakken. Daar ga ik echt wel gewoon zelf gebruiken. Dus aanraden. Ga even bij ze op de site kijken. Ook als je niet een volledige washi wilt. Als je niet een hele rol wilt kopen. Dan moet ik even kijken of ik een goede pak. Dan kun je washi samples bij ze kopen. En jullie weten, ik heb natuurlijk heel veel washi. Maar dan kan je ook zeggen, joh, ik koop liever... Oh, trek hem kapot. Liever een metertje. Nou, dan kan je dat ook bij hun bestellen. En dan krijg je dat mooi op een kaartje. En dan heb ik heb ze hier allemaal van Journal This. Echt de moeite waard. Video niet gesponsord. Dit is echt mijn eigen mening. Bijna alles zelf aangeschaft. Klein cadeautje gekregen. Maar voor de rest allemaal zelf betaald. En ja, mijn eigen mening. Dat was het.